Snollebolleke Rob Kemps had na zijn imposante winst in De Slimste Mens in zijn speech een paar goede adviezen aan Nederland. Met overmacht won de dertiger het van zijn naaste concurrenten in de meest succesvolle quiz van Nederland. Zijn belangrijkste opponent was Tijl Bekkant, die zich voor veel kijkers behoorlijk arrogant gedroeg richting Kemps en donderdagavond al afviel. Tekst gaat verder onder advertentie, maar ook in de finale was Kemps te sterk voor Emma Wortelboer en cabaretier Andries ten Ru. Vandaar ook de speech van Snollebolleke uit het Brabantse Best, die in de voetsporen treedt van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Dit zei Kemps: ik vond het echt een avontuur om mee te doen. Zo zie je maar weer, al begin je met LTS Zwakstroom OV, een middelmatige horecaopleiding. Als je zelf nou lekker Wikipedia volgt en eens een keer boek leest in plaats van napjes gaat spelen, waar je geen reet aan hebt, dan kom je nog best als je je best doet. Let's blokkade.